TV Achterveld. Goedemiddag, kinderen, jongens en meisjes, vaders en moeders van Achterveld en omstreken. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En weet je wat ook zo fijn is? We hebben een nieuwe burgemeester en onze nieuwe burgemeester is gewoon ook hier, hè? De burgemeester Bouwmeester. Dankjewel, Wim. Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Wat ontzettend leuk om de eerste keer dat ik Sinterklaas hier in de gemeente Leusden mag ontvangen, dat ik dat hier in Achterveld mag doen. Maar goed, het gaat vandaag natuurlijk om Sinterklaas, dus ik ben even heel benieuwd hoe Sinterklaas' reis is geweest. Hoe is het gegaan, Sinterklaas? Nou, het was nogal turbulent, moet ik zeggen. En we zijn wat cadeautjes kwijtgeraakt onderweg, maar we hebben gelukkig nog een reservevoorraad. Zo. En Sinterklaas, heeft u nog gekeken of de kindertjes hier in Achterveld wel lief zijn geweest? Nou, ik moet zeggen, daarvoor heb ik een hoofdpiet. Ik zou eigenlijk even willen kijken in het boek of daar iets in staat over deze nieuwe burgemeester. Nee. Nee, nou dat betekent dus dat u met een schone lei gaat beginnen als burgemeester. En mag ik dan ook mijn schoen zetten vanavond, Sinterklaas? Ja, u mag uw schoen zetten, maar als het maar bescheiden is. Ik kan niet tegemoetkomen aan gemeentewensen. Goed. En heeft de hoofdpiet nog... Nog goed gekeken naar de kinderen in Achterveld, dat vroeg ik net. Hè. Zijn ze braaf geweest? Kinderen in Achterveld zijn altijd heel braaf. Alsjeblieft. En we hebben met ondernemers zitten denken, wat kunnen we voor u betekenen? En u wordt hier bijna een jaartje ouder, dus we dachten, hij moet goed uitrusten tussendoor. Dus, wat moesten we dan doen? We hebben bedacht om een slaapkamer en een werkplek voor Sinterklaas te maken. En die hebben we gemaakt voor te veld. Autogarage, die hebben we compleet ingericht met een heel mooi bed. Dus u kunt best prima kijken of die past. Kijk, dat is mooi. Ja. Sinterklaas. Oh, we zijn er weer, hè? We zijn er, oh. Dat is zo. Ja, zeker. Die moet ik
bij het Pietenjournaal.